Welkom bij de sportvlog van Sportbedrijf Arnhem. In deze vlogserie neem ik je elke keer mee naar een andere locatie van Sportbedrijf Arnhem om uit te zoeken wat er allemaal speelt op de verschillende locaties. En misschien kan ik wel een rondje meedoen. Nou, heerlijk! Vandaag vindt op deze prachtige dag het Nederlands kampioenschap wielrennen plaats in Arnhem. En daarnaast is er van alles te doen op wielergebied in de stad. Merle, wat voor side-events worden er allemaal georganiseerd in Arnhem? Nou, tijdens het NK wielrennen hebben we bij de finishlijn hebben we het wielercafé, we hebben het fietsfestival. En in aanloop van het NK wielrennen zijn we ook langs alle scholen geweest om de kinderen BMX-les te geven. En ik sta zelf bij de pumptrack. Zo kan ik de kinderen enthousiast maken voor het fietsleven. Joris, waarom sta jij vandaag op het fietsfestival? We willen oude sportmaterialen een nieuw leven geven. Dat doet Sportsupport Arnhem door het in te zamelen en de mensen te geven die nieuwe sportweer gaan uitproberen of het geld niet hebben om sportweer in te kopen. Yeah. En wij vanuit SAAR zamelen oude sportbidons in en dan maken we nieuwe sportartikelen van een medaille tot een lamp. Gerrit, wat is het idee achter de creaties? Ja, wij maken shirts over allerlei dingen die we leuk vinden, onze hobby's, onze stad, maar dus ook over wielrennen. En voor vandaag hebben wij Gaan met die banaan bij ons, hebben we speciaal voor het NK uitgebracht. De Nederlands kampioen Chantal van der Broek! Er is natuurlijk ook van alles achter de schermen te doen, dus snel daar een kijkje nemen. Randy, wat is jouw rol vandaag op dit evenement? Ik ben vandaag algemeen commandant van de motorrijders, niet 1K, geleider. Oké, en wat is de uitdaging dit jaar? Normaal gesproken is een wielerwedstrijd één koers van 200 kilometer en we hebben er nu 3. Nou, een super geslaagde dag vandaag. Ben jij benieuwd waar ik de volgende keer weer een kijkje ga nemen? Houd dan onze kanalen in de gaten voor de volgende sportvlog.